goedenavond. Het is vandaag kerst en ons plan is vandaag letterlijk in het water gevallen. Want het regent echt al de hele dag pijpenstelen. We begonnen vanochtend in Jantiel, daar was het knijterhard aan het regenen. Toen gingen we naar Mambo, was het nog harder aan het regenen. Toen dachten we gaan maar weer naar huis en halen we gewoon lekker dingetjes voor hier. Want we zouden eigenlijk vanavond op het strand gaan eten. En we hadden nog enigszins hoop dat we misschien nog op het strand ergens even wat konden eten. Maar het regent nog steeds echt heel erg hard. Dus we hebben nu lekker thuis allemaal borreldingetjes. En gaan straks maandag gewoon even lekker ergens wat drinken nog. En dan hopen dat het morgen wat beter weer is. Goedenavond, het is vandaag tweede kerstdag. En we lopen nu in Punda en we zijn onderweg naar de buren. En dan gaan we lekker kerstdiner eten. Dineren, ja, dat wordt zuchtig. En ik ben met Elja en met Lara. Hi. En wij zij zitten in het huisje van JD en daar ben ik dus nu een tijdje. Dus helemaal leuk. Goedemiddag, het is vandaag maandag en we zijn nu onderweg naar La Curaçao. Ik heb vandaag de hele dag stage gehad. En nu gaan we dus even kijken daar nog voor een bad t-shirt. Want er liep een meisje langs, die had echt een heel leuk t-shirt aan. Dus die willen we ook hebben. En dus ik hoop dat die nog open is. En dan gaan we vanavond waarschijnlijk naar de film. Want bij de bios is het 2,50 op. Qua euro dan, dus 5 gulden op maandag. En dan kan je daar gewoon voor naar de film. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Dus we gaan even kijken. Goedenavond, het is vandaag woensdag. En we gaan straks even lekker naar Zanzibar. Dan gaan we wat drinken met twee vrienden van mij die hier uit Alkmaar naartoe zijn gekomen. Het is hun laatste dag. Dus dan gaan we even lekker daarheen en even wat gezellig wat drinken en hopen dat het een beetje druk is. Er zijn heel veel vakantiegangers op dit moment. Dus het zal denk ik echt heel erg druk zijn bij Jantiel. Maar we gaan het zien. Ik denk dat het pas wel gezellig wordt. Goedemiddag, het is vandaag oudjaarsdag en we zijn lekker op het strand bij Casabau. En we gaan vanavond eigenlijk gewoon lekker bij ons thuis een feestje vieren met Palmyra. En ik denk dat het heel gezellig wordt. Leuk, gewoon een drankje doen, bok, misschien nog even met z'n allen gaan barbecuen. Dus helemaal zin in. Happy New Year! Vandaag nieuwjaarsdag en we gaan even lekker een nieuwjaarsuitje doen, denk ik. Even lekker bij Santi. En vanavond gaan we daar lekker weer een drankje doen. Dus ik zeg dat ze een mooie eerste dag van het jaar. Morgen, het is vandaag zondag en we gaan vandaag naar Fuik. En we hebben er super veel zin in. De avondbureaus komen en het is eigenlijk heel erg lekker weer. Dus het komt helemaal goed. Deze vlog hebben gezien, vind ik alles hier heerlijk en lekker vooral. Dus sorry voor mijn stopwoordje blijkbaar. Maar we zijn nu ook lekker bij Contiki en we hebben een lekker weekend. En de coronamaatregelen zijn helaas aangescherpt, dus wat minder lekker. En dat is wel heel jammer. Dus de feestje kan er niet meer doorgaan, maar we genieten gewoon van het mooie weer. En van mooie leuke restaurantjes. En nu doen we daar maar gewoon mee. Goedemorgen. Het is vandaag alweer het einde van mijn vlog. En volgende keer komt er een vlog van mij dat ik mijn vriendinnetje op ga halen. Dus dat is echt heel erg leuk. Maar eerst komt er nog een vlog van Jette. Dus ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En volgende keer weer de vlog van Jette.